Is het kopen van een woning de beste investering die je kan doen? Is huren weggesmeten geld? Wat zegt de wetenschap? Laten we er twee koppels van 30 jaar bij nemen die op hetzelfde moment een nieuwe woning zoeken. De twee koppels hebben hetzelfde startbudget en verdienen evenveel. Ze vinden twee identieke, instapklare woningen die naast elkaar gelegen zijn. De ene staat te koop voor 300.000 euro en de andere is te huur voor 1.000 euro per maand. Verder zijn ze identiek met dezelfde woonoppervlakte, aantal slaapkamers, badkamer en tuin. Het eerste koppel beslist om de woning te kopen. Ze kunnen 20%, 60.000 euro, zo betalen omdat ze het gespaard hebben of van hun ouders hebben gekregen. Voor de rest van het bedrag gaan ze een lening aan die ze op 20 jaar moeten terugbetalen met een rente van 1,5%. Dit koppel zal zo voor de komende 20 jaar een bedrag van ongeveer 1.157 euro per maand moeten afbetalen voor de hypotheek. De meeste mensen denken nu misschien dat hun huis over 50 jaar meer waard zal zijn. Maar de aankoop van een woning brengt ook heel wat kosten met zich mee. Zo bestaat een deel van de maandelijkse afbetaling uit interest aan de bank. De lening van 240.000 euro zal dit koppel na 20 jaar ongeveer 38.000 euro aan de bank kosten. Het koppel zal vanaf nu ook onder andere jaarlijkse onroerende voorheffing, belastingen dus, moeten betalen en de woning moeten onderhouden. Maar zelfs na het onderhouden van de woning wordt je huis minder waard omdat het meer uitgelift zal zijn. Indien we alle kosten optellen, bedragen deze volgens onderzoek elk jaar zo'n 3,5% van de aankoopprijs. Oké, en het tweede koppel beslist dan om te huren? Het tweede koppel beslist inderdaad om de andere woning te huren. Ze betalen elke maand slechts 1000 euro huur in de plaats van 1157 euro aan leningen. Ook dit koppel had 60.000 euro in de loop van de jaren bij elkaar gespaard. Ze kunnen dit bedrag in de plaats investeren, bijvoorbeeld in aandelen. Daarnaast is het ook belangrijk dat het koppel de 157 euro en de uitgespaarde onderhoudskosten maandelijks belegt. Als ze dat doen in een belegging in aandelen met een gelijkaardig risico als een investering in een woning, zal ze ook een gelijkaardig rendement halen. Dit betekent dat de huurder een spaarpot kan opbouwen die even groot is als de woningwaarde van de koper. Met de maandelijkse winsten van de belegging kan het koppel levenslang huren. Maar blijft het toch niet voordeliger om te investeren in een woning wanneer de prijzen laag zijn? In dit scenario komt het mooi uit dat kopen en huren financieel gelijkwaardig zijn. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen dat dat in de praktijk niet het geval is en dat op bepaalde momenten de koopprijzen heel laag liggen. Veel mensen zouden dan beslissen om een woning te kopen, maar door de stijgende vraag zullen de verkoopprijzen de hoogte ingaan en evolueren we opnieuw naar een evenwicht tussen kopen en huren. Wanneer is het dan wel beter om te huren of te kopen? Als je een woning koopt, moet je registratiebelasting en notariskosten betalen. Wat in Vlaanderen toch al snel 9% van de totale kostprijs is. Gezinnen die weten dat ze vaak zullen verhuizen, bijvoorbeeld voor het werk, zullen zo meer kosten betalen in de loop van hun leven. In dat geval kan het interessanter zijn om te huren. En niet alleen geld is belangrijk. Sommige mensen passen hun huis natuurlijk graag aan hun eigen smaak. Dit is moeilijker voor huurders dan voor kopers, waardoor het voor hen beter kan zijn om te kopen. Financiële discipline is ook belangrijk. Huren is enkel gelijkwaardig aan kopen als de huurder het bedrag dat hij uitspaart ook effectief investeert in een belegging met een gelijkaardig rendement. Huren gaat ook gepaard met onzekerheid over toekomstige huurprijzen. Dat is ook een risico. Het bezitten van je woning kan je beschermen tegen die onzekerheid. Is kopen dan zonder risico? Er wordt al snel van uitgegaan dat vastgoed kopen zonder risico's is en dat de waarde van vastgoed niet kan dalen. Maar eigenlijk klopt dat niet. Als je een groot deel van het gezinsvermogen in een woning steekt, ga je geen risico's spreiden en stel je je wel degelijk bloot aan risico's als plots de waarde van de woning daalt. Hoe dat kan? Je koopt bijvoorbeeld een woning in een hippe buurt en betaalt hiervoor veel. Die buurt kan over 30 jaar verloederd zijn en dan zijn ook de woningen minder waard. We hebben in andere landen ook gezien dat de vastgoedprijzen wel degelijk sterk kunnen dalen. In Nederland daalden de woningprijzen na de financiële crisis bijvoorbeeld met 20%. Onderzoek toont ook aan dat vastgoedrendementen op lange termijn lager liggen dan wat algemeen gedacht wordt. De Nationale Bank van België gaat op dit moment bijvoorbeeld uit van een lichte overwaardering van de markt. Dus, is kopen beter dan huren? Dat hangt een beetje af van wat jij met je overige geld doet. Als je dit goed investeert, dan kan huren even aantrekkelijk zijn als koop. Toch is het een beslissing onder heel wat onzekerheid. Daarom moet jij je vooral ook comfortabel voelen bij jouw keuze. Dat zegt de wetenschap.